Nummer 12 tegen nummer 13, maar ook de topscorer van de Jupiler League. Mart Lieder tegen de nummer 2 op die topscorersranglijst, Sam Hendricks. En Hendricks krijgt binnen 2 minuten hier al de bal van Joey Sub. En Hendricks scoort nog net binnen de 2 minuten. 1-0 voor Go Ahead Eagles. En dat is een lekkere start voor de ploeg met dus sinds kort weer Jan van Staa op de bank. Eindhoven, dit seizoen nummer 3 van de 8 thuiswedstrijden gewonnen. De ploeg met 7 Belgen. Heeft hier een voorzitter in huis, daar is Kabangu, een van die Belgen. Kabangu krijgt de bal terug en dan is dit een doelpunt. Joey Coy, de scheidsrechter, is vrij resoluut. En oordeelt dat die bal volledig over de doellijn is geweest. Thibaut van der Velde met de voorzet. Kabangu krijgt de bal met wat geluk alsnog terug. En scoort dan dus de 1-1. Maar is die wel helemaal over de lijn? We zullen het antwoord nooit weten. Eindhoven wordt dan sterker in de eerste helft. Daar is hij weer, Elton Kabangu. Naar Mart Lieder. Mart Lieder, dit is een lastig hoek. Maar Mart Lieder wurmt die bal op een of andere manier. Toch langs Sonny Stevens. En zo komt Eindhoven op een 2-1 voorsprong. Lieder die in de laatste thuiswedstrijd tegen Os nog 2 keer miste vanaf 11 meter. Dit is Joey Suk. De bal is lang onderweg, maar daar is dan de Italiaan Stefano Beltrame. Hij scoort de 2-2. En dat gebeurt allemaal in een heerlijke wedstrijd. Veel ruimte, veel kansen. Maxime Gunstie met een voorzet. Lijkt nergens te eindigen. Maar daar wordt die bal opgepikt door Jellert van Landschoot. Van Landschoot, voorzet. En daar staat hij bij de tweede paal. Helemaal vrij. Elton Kabangu. Zo wordt het niet de wedstrijd van Lieder of Hendricks. Die allebei wel scoren, maar Kabangu scoort 2 keer. En dan in de 94e minuut. Deze kans voor Sonny Stevens. Maar hij kopt hem in de handen van zijn andere doelman, Ruud Swinkels. En zo eindigt deze wedstrijd in 3-2 voor Eindhoven.